things are true, whatever things are just, whatever things are honest, think dead. Vorige keer heb ik het gehad over de gelijkenis van het zaad en de zaaier, hè, hoe het woord van God in staat is om precies te doen wat het woord zegt. En precies te volbrengen in jou wat het woord zegt, maar dat het afhankelijk is van hoe wij het ontvangen. Hoe het woord in ons hart doordringt. En als je zoiets leest, ik weet niet of jullie hem, maar als ik zoiets lees, heb ik eigenlijk ogenblikkelijk zo'n gebed van Heer, help mij omdat ik goede grond ben. Dat ik niet die eerste soort grond ben, die harde grond of die oppervlakkige of in die dorens en die dissel, maar dat ik goede grond ben wat vrucht mag dragen. En dat is natuurlijk de vraag van hoe worden wij van die goede grond? Hoe worden wij van die grond? Hoe bereiden wij ons hart voor zodat het woord zo binnenkomt dat het woord in ons gaat volbrengen wat het woord zegt? Want het is dus niet automatisch zo. Nee, je hebt er een bepaalde ontvankelijkheid voor, een bepaalde gevoeligheid voor. En net zo goed als het onderwijs wat ik heb gegeven over het zaad en de zaaier, dat komt onder andere van Andrew Womack vandaan. Dat is zijn eerste basiscursus. Als je zijn school gaat volgen, begint het daarmee. Absolute aanrader om zijn school te volgen. Ja, we hebben inmiddels weer een leerling in op de school hier in ons midden. Maar waar ik het dan vandaag over heb, dat komt uit dit boekje van Andrew Womack. En dat boekje heet Hardheid van Hart. En het is een klein boekje en het is niet, geen duur boekje, maar het is een ontzettend goed boekje. Ik heb zoiets van, iedere christen zou dit moeten lezen. Dat is echt een absolute aanrader. En ik zal er een beetje een samenvatting van geven in deze prediking. En dan gaan we eerst eventjes naar Marcus 8. En begin even achteraan in het verhaal. En dan gaan we daarna terug, reverse engineering heet dat, naar hoe het begonnen is. En Marcus 8 vers 17, en dan zegt Jezus, en Jezus die dat wist, zei tegen hem, tegen wie heeft hij het? Hij heeft het niet tegen de ongelovigen, hij heeft het niet tegen de farizeeërs, hij heeft het niet tegen de goddelozen, hij heeft het tegen zijn discipelen, zijn volgelingen, zijn leerlingen. Die wist zij tegen hem, waarom spreekt u over met elkaar dat u geen broden hebt? Ziet u het nog niet in en begrijpt u het niet, hebt u nog uw verharde hart? Oftewel, Jezus verwijt hier zijn discipelen, dat ze een hard hart hebben, oftewel dat er iets niet binnenkomt bij ze. Want dat is de eigenschap van een verhard hart. Wat verhard is, daar komt niks binnen. Dat dringt niks tot ze door. En dan zegt hij, hebt u ogen en u ziet niet en u hebt oren en u hoort niet. En dan gaat hij daarop door en herinnert u zich niet, toen ik de 5 broden brak voor de 5000 mannen, hoeveel volle manden met stukken brood u opraapte? Ze zeiden hij tegen hem, 12. Nou, ze wisten de feiten. En toen ik de 7 broden brak voor de 4000 mannen, hoeveel volle manden met stukken brood u opraapte? Ze zeiden 7. Mensen zich allemaal verdiepen in, ja, wat is de betekenis van de 5000 en de 7 en de 5 en de getallen, weet je. Maar dat is helemaal niet waar het Jezus om gaat. Het gaat om het volgende. Jezus verwijt hier een verhard hart vanwege de tweede keer dat hij de hele menigte voedde. En de discipelen hadden dat moeten weten. Want als er even daartussen staat, even terug reverse engineeren naar vers 1. Marcus 8 vers 1, in die dagen toen er een hele grote menigte bijeen was en zij niets te eten hadden, riep Jezus zijn discipelen bij zich en zei tegen hem, ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, want ze blijven al 3 dagen bij mij en ze hebben niets wat ze kunnen eten. En als ik hen nochter naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken, want sommige van hen komen van ver. En dan zeggen zijn discipelen, nota bene,
die dus al dat brood een week of zo, of twee weken eerder hadden uitgedeeld, en die 12 manden met overblijfselen hadden opgeraapt, die discipelen zeggen, waar haalt iemand hier in deze afgelegen plaats zoveel broden vandaan dat hij deze mensen kan verzadigen? Dat is wat Jezus bedoelt van, hoeveel manden hebben jullie opgeraapt? En snap je het nou nog niet? Drinkt het nu nog niet tot je door? Weet je, dat is van, ze hebben het wonder meegemaakt van die 5 broden en die 3 vissen of 2 vissen, weet ik veel. In ieder geval was een beetje beleg op het brood. En ze hadden 5000 mannen gevoed. Hè? Dat is nog niet de vrouwen en de kinderen meegerekend. Schattingen zeggen 15.000 mensen. Uit 5 broodjes en 2 vissen. En toen iedereen helemaal volgegeten was, er echt geen vis en geen brood meer bij kon, raapten ze 12 volle manden. Het waren geen mandjes. Nee, de beschrijving van die manden is een flinke korf. 12 manden vol met overblijfsel hadden ze opgeraapt. En 2-3 weken later hebben ze hetzelfde probleem. Zeg, nou, waar moeten we dat vandaan halen? Snap je? Dat is dus blijkbaar, want nu gaat Jezus ze dus verwijten van, snap jullie, hebben jullie nog steeds jullie verharde hart? En dan hebben ze dus die 4000 mannen te eten gegeven aan de hand van 7 broodjes en nog wat visjes en een overschot van 7 mannen. En dan zitten ze daarna in de boot bij Jezus en dan gaan ze het over praten onder elkaar dat ze geen brood bij zich hebben. Kijk, en toen schoot Jezus uit zijn slof. Toen zei hij, dan heb ik het een beetje gehad met jullie. Moet maar, snappen jullie het nou nog niet? Hebben jullie nou nog niet in de gaten wie ik ben en wat ik voor jullie kan doen? En dat was gewoon de kern van het probleem. Zij begrepen niet wezenlijk met wie zij van doen hadden. Als je dit goed terugkijkt, volgden de discipelen Jezus. Maar ze hadden uiteindelijk niet werkelijk in de gaten wie hij werkelijk was tot aan zijn opstanding. Daar hadden ze nog steeds een probleem. Hè? Dat was ook toen hij de storm op het meer en hij stilde de wind en de golven en zo, dat ze vroegen van, wie is deze dat hij hè, de wind en de golven bevelen geeft en dat ze hem gehoorzamen? Wie is dit? Of, ze snapten niet wezenlijk bij wie ze in de boot zaten. Dus ze hadden gewoon een verhard hart over wie en wat God was. En wat God voor hun kon en wilde doen. En je ziet steeds dat probleem ook bij het volk Israël, weet je wel. Boemer. Hij heeft het hele land Egypte, de machtigste natie op dat moment van de hele wereld, met 10 plagen voorkomen aan stukken geslagen. Met wonderen en tekenen en natuurverschijnselen van heb ik jou daar. Hij heeft een weg door de Rode Zee gemaakt, door de zee waar ze met droge voeten overheen zijn gestoken. Het hele leger van Egypte verdronken in datzelfde stuk zee, en datzelfde stuk water. En ze komen het volgende probleem tegen en het is van help, wij komen om. En weet je, hebben wij niet ook wel eens zo van die dingen dat we het een na het ander hebben meegemaakt waarin God zich getrouw heeft bewezen en zijn goedheid heeft laten zien en zijn voorziening heeft laten zien en heeft laten zien dat hij er voor je is en dat hij voor je optreedt en het volgende wat er gebeurt als er een probleem is, help, hoe moet ik hier overheen komen, waar is de oplossing, Heer, doe toch wat. Weet je, dat is allemaal, dat is uiting van een verhard hart. En een verhard hart is niet per se, kijk, mensen die God helemaal niet kennen en totaal geen besef hebben en totaal verblind, ja, die kan je nauwelijks verwijten dat ze een verhard hart hadden.
Een soort de kat krabt de krullen van de trap. Probleem. Weet je, maar mensen die geloven in Jezus, die discipelen zijn van Jezus, die volgelingen van Jezus zijn, die zouden niet zo moeten zijn dat bij ieder probleem wat in hun leven optreedt, dat ze bang worden, dat ze boos worden, dat ze gaan twijfelen, dat ze wanhopig worden, dat ze niet meer weten waar ze het zoeken moeten en dergelijke dingen. Die zouden weten, maar mijn God. Bij wijze van spreken zou je je bij ieder probleem zou je moeten verheugen. Want jij moet dan zeggen, hé, nu ga ik eens zien wat mijn God kan doen. Wat geen mens kan doen, wat geen psychiater kan doen, wat geen lening van de overheid of weet ik veel, wat geen dokter, wat geen arts, wat geen pil kan doen. Nu ga ik eens zien wat mijn God kan doen. Weet je, dat zou... Als je nou ja, een beetje een rare vergelijking. Nee, laat maar zitten. Ja. Dat is duidelijk genoeg. Nee, ik wou vergelijken trekken met een voetbalwedstrijd waarvan jij al van tevoren weet wat de uitslag gaat zijn. Namelijk 12-0 voor jou, weet je. Weet je... Met zo'n mentaliteit zou je erin moeten gaan. Met wetend, hè, als Paulus het heeft over, in al deze dingen zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Hij zegt, wat me altijd opvalt in die tekst, hij zegt niet van, in al deze dingen is hij meer dan overwinnaar. Nee, hij zegt daar, in al deze dingen zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Paulus ontkent niet dat er problemen zijn. Paulus ontkent niet dat er moeilijkheden zijn. Hij ontkent niet dat er uitdagingen zijn. Er zijn problemen, er zijn moeilijkheden, er zijn uitdagingen. Je komt voor dingen te staan die onmogelijk lijken. Je komt voor dingen te staan die lijken van, het is niet mogelijk dat ik hier doorheen kan gaan komen. Weet je, maar wanneer je vertrouwen is op wie hij is, weet je, en dat is het punt van dat je het woord van God alleen maar kan ontvangen op de juiste manier als je werkelijk beseft wiens woord het eigenlijk is. Als het werkelijk tot in je tenen, in je botten is doorgedringen, ja, maar het is niet zomaar een woord. Nee, het is wel het woord van de Allerhoogste die hemel en aarde geschapen heeft. Het is wel het woord van degene door wiens woord alle dingen bestaan en alle dingen bij elkaar gehouden worden. Dat woord is het. Het is niet het woord van mijn buurman. Het is niet het woord van mijn echtgenoot of mijn vader of mijn moeder of mijn familie of van de premier van het land of de koning of weet ik. Nee, het is het woord van God. En het besef wie hij is. Het besef, werkelijk weten wie hij is en wat hij kan doen en wat hij wil doen en wat hij zal doen, dat is wat jouw hart ontvankelijk maakt voor hem. Dat is wat jouw hart gevoelig maakt om zijn woord ook zo te ontvangen, dat je weet, hey, nu heb ik zijn woord gevonden, nou is het geregeld. Misschien zie ik er nog niks van in mijn leven. Misschien merk ik, ervaar ik er nog helemaal niets van. Maar ik heb dit woord van hem ontvangen. Nu is het geregeld. Het is voor mij klaar. Het maakt niet meer uit wat ik voel en wat ik ervaar en dergelijke. En in dit boek wordt dan een voorbeeld gegeven aan Abraham. Abraham is het type van geloof. Abraham, nou dat, hè, dat is de... Degene die gelooft. Nou, Andrew legt hier uit in het boek. Abraham had geen greintje meer geloof dan jij en ik. Misschien had hij zelfs minder geloof dan jij en ik, want hij had minder van het woord van God. Het punt was, Abraham had minder ongeloof. En dat was wat bij hem werkte, want... Dan hebben we het voorbeeld even uit Hebreeën 11.
En dan doen we even vanaf vers 17. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaak geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, welke belofte had hij ontvangen? Hij had de belofte ontvangen uit uw eigen zaad, uit uw eigen lendelen zal een kind voorkomen en u zult vader van vele volkeren zijn. Hij had die belofte ontvangen. Hij dat ontvangen, dat is meer van, het was echt bij hem binnengekomen. Dat is niet van, nou, leuke mogelijkheid en nu heb ik eindelijk een zoon. En nou moet ik hem weer over, ja, het was ook te mooi om waar te zijn, die belofte van God. Nou moet ik hem offeren, ja, dan ben ik het weer kwijt. Dat was helemaal niet zijn visie, want er staat, want tegen hem, wat had hij dus ontvangen? Dat was de belofte, tegen hem was gezegd dat van Isaak, van deze jongen die hij dus ging offeren, zal uw nageslacht genoemd worden. En hij overlegde bij zichzelf dat God bij machten was om hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Dus de aandacht, de focus van Abraham was niet op, oh, dan moet ik mijn eigen zoon offeren. Nee, zijn focus was op wie is God. Zijn focus was niet bij de vraag van Isaak te offeren. Zijn focus was, ja, maar als God God is, en dit is wat hij gezegd heeft, dan is de zaak geregeld. En in dat vertrouwen dat God bij machten was te doen en te volbrengen wat hij gezegd had, in dat geloof had Abraham geen enkele moeite met zijn zoon offeren. Want wij zien, nou, Abraham was zo gehoorzaam, zo onderworpen aan God. En zo dat hij zelfs, toen God dat vroeg, ging hem. Abraham deed dat in de zekerheid dat hij absoluut niets zou verliezen. Had hij ervaring met het opwekken uit doden en zo? Uit de doden? Nee, totaal niet. Maar zijn focus was zo op wie God was. En dat God volkomen bij machten was om te doen wat hij gezegd had. Dat hij al die andere verschijnselen gewoon, dat deed er niet toe. Het deed er zelfs niet toe als hij zijn eigen zoon zou doodsteken. Want het woord van God was voor hem belangrijker, was voor hem meer waard dan alle ervaringen met offeren. Want Abraham was een erg ervaren offeraar. Overal waar hij kwam richtte hij een altaar op en offerde hij. Hij was ook nog eens veehouder, dus ja, dan weet je wel iets af van het slachten van dieren en dergelijke. je weet hoe die dingen werken. Het punt was dat Abraham hechtte daar geen waarde aan. Abraham hechtte geen waarde aan de ervaring uit het leven. Het woord van God was voor hem hoger dan de ervaringen uit het leven. En dat is het teken van dat Abraham gevoelig was voor God en voor zijn woord. En dat was ook wel de basis waarop Abraham ook steeds Gods stem kon horen en Gods stem kon verstaan. Als ik een stem hoor van offer nu je kind, je enige, degene die je lief hebt, dan denk ik van dat is de duivel, ga weg van mij Satan. Toch? Dat is mijn eerste logische conclusie. Hoe weet jij dat het God is die dat zegt? Dan moet je hem wel kennen. Maar als ze zoiets van je vraagt, moet je wel even zeker weten wat de bron is waar het uit voortkomt, toch? Anders gaan we allerlei gekkigheid uithalen. Want er zijn allemaal van die rare gasten in de hemelse gewesten die rare dingen influisteren. Hè?
Mensen die daar uit het occultisme ervaring hebben en het auto rijden zijn en langs het kanaal. En doe nu maar je stuur naar links. Nou, in principe zeg ik dan van, ga weg Satan, laat me met rust. Maar het zal maar God zijn die tegen je zegt. Dan kan je het beter doen. Ook al slaat het nergens op. Maar dan moet je wel zeker, dan moet je wel vertrouwd zijn met zijn stem. Dan moet je wel zeker zijn wie je hoort. Wie zijn stem je kent. Weet je, en dat wijst allemaal op die gevoeligheid van dat hart. Die openheid van het hart voor God. En dat is iets dat kan je dus ontwikkelen. Daar kan je aan werken. Dat kan je zorgen dat voor jou, zeg maar, gaat functioneren. En dat is wat Andrew in dit boekje uitlegt, hoe je dat ontwikkelt. Ook een soort commitment en een toewijding die je moet maken om een gevoelig hart te ontwikkelen voor het woord van God en voor God zelf. En dat heeft er vooral mee te maken om je dus niet te veel te voeden met alles wat ongeloof veroorzaakt. Oftewel, jezelf niet te veel te voeden met de dingen uit de wereld en de kennis uit de wereld en de informatie uit de wereld. Want de kennis uit de wereld en de informatie uit de wereld zal je totaal niets helpen bij de dingen van God. De meeste dingen van God zijn voor de kennis van de wereld totaal mischokken en totaal krankzinnig. Echt hopeloze onzin. En je kan je niet volstoppen met de kennis uit de wereld en dan denken dat het woord van God in jou gaat werken en alles voor je gaat doen. Dat gaat niet. Je zult daar keuzes in moeten maken. Je zult keuzes moeten maken in hoeveel tijd jij besteedt aan het tot je nemen van het woord van God en hoeveel tijd je besteedt aan het tot je nemen van de kennis van de wereld. Gevoelig word je dat het woord van God bij je werkelijk binnen kan komen en bij jou kan gaan doen wat het woord zegt dat het wil doen. Het zit in hoeveel aandacht jij besteedt aan de dingen van de wereld. En mag daar zelf ook nog wel wat stappen in maken. He, maar de meeste films van de wereld die zitten vol met moorden. Met diefstal, met verraad, al dat soort dingen. Roddel, noem maar op. En hoe meer je al naar dat soort films kijkt, hoe meer je gevoed wordt met allemaal beelden en gedachten van, oh ja, zo zou ik ook nog iemand kunnen vermoorden. Oh ja, zo zou ik ook nog iemand kunnen verraden. Oh ja, zo zou je ook nog overspel kunnen plegen. Weet je, je voedt je met dat soort beelden. En dan vraag je af waarom het woord van God niet werkt in je leven. Nou, daar zal je keuzes in moeten maken. Daar zal je besluiten in moeten maken. Nee. Doe maar. Hoeveel films kijk je over het genezen van zieken? Hoeveel films kijk je over het opwekken van doden? Het is al moeilijk ze te vinden. Ze zijn er wel, trouwens. Maar zelfs als die films er niet zijn, weet je, ga dan het woord in en maak die film in je eigen hoofd. Al die films zijn gemaakt door mensen die zich een voorstelling gingen maken van hoe het zou zijn als je dat zou doen. En alle voorstellingen die ze maken zijn negatief, verwoestend, afbrekend en noem maar op en... Ja, er zitten wel meestal allemaal dingen in van de strijd tussen goed en kwaad. En uiteindelijk het goede over, met goede bedoelingen overwinnen en dergelijke. Dus zo helemaal negatief wil ik het ook niet afschilderen. Maar weet je, hoeveel plaatjes hebben we in ons hoofd van... Hey, ik leg op zieken de handen op en ik zie ze genezen. Hoeveel plaatjes hebben we in ons hoofd van... Nou, er is iemand gestorven en ik ga naar hem toe en ik spreek over hem en die staat op uit de dood.
Hè, wat gebeurt er in ons innerlijk? Terwijl het woord zegt, dat is waar we ons mee bezig zouden moeten houden. En dat, al die informatie van die wereld en die beelden die van de wereld komen en die informatie, dat veroorzaakt ons een hardheid van hart. Het maakt ons gevoelig voor de dingen van de wereld en dus ongevoelig voor de dingen van God. Het is één van de twee. Je kan niet op allebei leven. Je zult een keus moeten maken. En dat beslist of het woord van God in jouw leven gaat werken, ja of nee. Dat is de toestand van je hart, de ontvankelijkheid van je hart, oftewel de hardheid van je hart. En daarin zal je besluiten moeten nemen en keuzes moeten maken. Het betekent niet dat je nooit meer een film mag kijken en nooit meer ergens van mag ontspannen, mag genieten. Maar wat is de verhouding met wat? Als alle christenen minstens de helft van de tijd die ze nu besteden aan televisie kijken, zouden besteden aan het woord van God, hadden we een opwekking. Dat kan je echt gewoon in tijd uitdrukken. Weet je, en het woord werkt, het woord is waar. Het woord bevat alles wat we nodig hebben, voor iedere situatie, voor alles wat er is. Maar het is de conditie van ons hart die bepaalt of het voor ons gaat werken, of het voor ons gaat functioneren. Dank u wel, Vader, voor uw woord. Uw woord is de waarheid. Uw woord is de grootste kracht die er is in hemel en op aarde. Uw woord is in staat om koninkrijken omver te werpen. Om totale dingen veranderen. Om van woestijnen rivieren te maken en van rivieren woestijnen te maken. Uw woord is in staat om iedere situatie en iedere omstandigheid voorkomen om te keren en voorkomen om te draaien. Waarom? Omdat het uw woord is. En omdat u bent wie u bent. U bent de almachtige God die hemel en aarde geschapen heeft. En alle dingen moeten reageren op uw woord. En Vader, ja, we willen echt belijden, ja, dat we tekortschieten in ontvankelijkheid. Dat we tekortschieten in ontvangen van uw woord, Vader. En daar willen we ons van bekeren. En we vragen u, Heilige Geest, help ons. Help ons, Heilige Geest, om de juiste keuzes te maken. Dat ons hart toegewijd is aan uw woord. Dat het ons hart is toegewijd aan uw waarheid. Dat we gevoeliger en gevoeliger zullen worden voor wie en wat u bent, Vader. En dank u wel dat we erom mogen vragen. En dat we weten dat u alles zult doen en ons zult helpen. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Prijs de Heer. We bidden ook voor de mensen die op de livestream meekijken nu. Misschien heb je ook al op dit moment een nood, een probleem in je leven. Misschien in je lichaam. Dan spreken we nu ook de genade van God en de kracht van God en de zegen van God over je uit. Hij die bij machten is om dode mensen tot leven te wekken. Die een weg maakt door de Rode Zee waar geen weg is. Die water voorziet in de woestijn waar geen water is. Die voedsel voorziet waar geen voedsel is. Hij zal je zegenen. Hij zal je bekrachtigen. Hij zal voor je doen en je geven wat je nodig hebt in Jezus' naam. Amen. En daar sluiten we de lijn. Whatever things are true. Whatever things are just, whatever things are honest, think that. Whatever things are good, whatever things are pure, whatever things are loved.